Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrikt. Oh, ja. 5 VWO Wiskunde A, welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Goed, ik was de muis even kwijt en ik zie niet of ik in beeld ben, maar dat zie ik daar wel, dus dat is allemaal goed. We gaan even kijken naar zo'n 40 van het hoofdstukje lineair programmeren. Dat is een beetje een rare som, er staat helemaal geen tabelletje bij, je moet alles zelf bedenken hier. Dus vervelend. Nou, jullie hebben hem allemaal gelezen en voordat je iets gaat doen bij deze som moet je besluiten wat X en Y zijn. En de meeste mensen die deze som lezen en die dan zeggen, nou jij moet bepalen wat X en Y zijn, die zeggen dan, nou weet je, X is het aantal ruimtes voor 4 mensen. En dan is Y, dat is dan het aantal ruimtes voor 12 mensen. Nou hou ik zelf helemaal niet van vergaderen, dus ik zou gewoon die hele vleugel niet bouwen. Maar oké. Okay. 12 mensen. Oké, okay. En dan staan er een heleboel beperkingetjes. Ze zeggen, er is plaats voor 80 vergaderruimte van 4 personen. Maar eentje van 12 personen neemt de dubbele hoeveelheid ruimte in. Dus wat zegt dat dan over X en Y? Nou, die Y telt dubbel. Als Y is 1, neemt het 2 plekjes van de 80 in beslag. Dus als je wil weten hoeveel ruimte die dingen in beslag nemen, dan zeggen we, nou, een x neemt gewoon 1 ruimte in. Als x is 5, neemt het 5 plekjes in. Maar y telt dubbel. Dus x plus 2y mag niet groter zijn dan 80, anders past het niet in het gebouw. Dan zeggen ze ook van, ja, er moeten wel minstens 360 personen in kunnen. Nou, x was voor 4, dus die telt 4 keer. Y was voor 12, dus die telt 12 keer. En dit moet groter dan of gelijk zijn aan 360. Oké. Nou, even kijken. Hebben we dan alles? De ruimte die 2 keer zo groot zijn. Ja, 360 personen. Oh ja, het aantal 12 persoons vergaderruimte, dat is één woord hè, 12 persoons vergaderruimte, moet minstens 2 keer het aantal 4 persoons vergaderruimte zijn. Dus, hoe druk je dat uit? Nou, het aantal 12. Dus die moet groter zijn dan iets. Maar waar moet de factor 2? Als we willen dat die van 12 2 keer zo groot is als die van x, als die van 4. Nou, heel veel mensen hebben de neiging om die 2 aan deze kant te zetten. Want deze moet immers 2 keer zo groot zijn. Maar hij moet 2 keer zo groot zijn als die. Dus als ik deze met 2 vermenigvuldig, dan moet die groter zijn. Dus heel vaak bij zo'n soort som hebben jullie de neiging om die 2 op de verkeerde plek te zetten. Die 2 moet hier. Als ik er 10 heb van 4 personen, dan moet ik er dus minstens 20 hebben van 12 personen. Want dan moeten er 2 keer zoveel zijn. Zie je dat? Oké, okay, dan hebben we ook nog een doelfunctie, de winst. De winst is 100 euro per dag voor een 4-persoons vergaderruimte. En 150 euro per dag voor een voor een 12-persoons vergaderruimte. Nou, oké. Okay. Dus dit moeten we natuurlijk maximaliseren. Verder kan je niet minder dan 0 vergaderruimtes hebben voor 4 en ook niet minder dan 0 vergaderruimtes voor 12. Oké. Okay. Nou, dan moeten we dit gaan tekenen. Ik heb geen idee hoe het eruit gaat zien. Dus ik ga gewoon de randen uitrekenen. Dus als x is 0, dan is y gelijk aan 40. En als y is 0, dan is x gelijk aan 80. Oké. Okay. En hier hebben we ook zoiets dergelijks. Als x is 0, dan is y gelijk aan 30 volgens mij. En als y is 0, dan is x gelijk aan 90. Oké. Okay. En deze lijn. Wat doe je nou mee? Dit is een lijn met richtingscoëfficiënt 2. Zie je dat? Een stijgende lijn door de oorsprong met richtingscoëfficiënt 2. Die kunnen we misschien wel gewoon tekenen. Waarom staat hier 12? Waarschijnlijk dacht ik aan de 12 personen die erin moesten passen. Maar ik bedoelde hier op te schrijven dat y groter moest zijn dan 0. Ik kan niet minder dan 0 vergaderruimtes maken. Dus nou, dit zijn de beperkende voorwaarden. We gaan een gebiedje tekenen. We zorgen dat we alles hier gewoon kunnen zien. Laat het simpel houden. Stapjes van 10. Dan krijgen we alles in beeld en dan hopen dat het er een beetje leuk uitziet. Dus dit is 0, 20, 40, 60, 80, 100,
En bij de ei liep tot 30 of zo, 30, 40. Nou, dat komt mooi uit. Dus dat is 10, 20, 30, 40, 50. Dit is de x, dit is de y. Oké. Okay. Nou, deze lijn, x is 0, y is 40. En y is 0, x is 80. Dus dat is deze. Die noemen we eventjes 1. En die tweede lijn, noem ik 2, die loopt van x is 0, y is 30 tot y is 0, x is 90. Dus dat snijdt elkaar. Hier. Hier ergens. Ja, dus hier zit een snijpunt. Yeah. Oké, okay, en dan hebben we ook nog deze. Y is 2x, richtingscoëfficiënt 2 door de oorsprong. Oké, okay. Richtingscoëfficiënt 2 betekent 1 opzij, 2 omhoog. 20 opzij, 40 omhoog. Toch? Je kan ook gewoon 20 invullen en kijken wat y is, maar dat is deze lijn. Nou, dat is een beetje een raar toegestaan gebied wat we op deze manier krijgen. Dus die lijn 1, als ik daar de oorsprong invul, dan staat er 0 is kleiner dan 80. Dus voor lijn 1 is de oorsprong aan de goede kant. Dus dan moet ik aan die kant zijn. Voor lijn 2, als ik daar de oorsprong invul, staat er 0 is groter dan 360. Dat is onzin. Dus lijn 2 moet juist aan die kant zijn. En verder moet y groter zijn dan 2x. Nou, de oorsprong kan je niet invullen. Maar als je bijvoorbeeld het punt 0,10 invult, dan staat dat 10 is groter dan 0. Als ik dit punt invul, ligt het aan de goede kant. Dus dat betekent dat dit de goede kant is. Y moet groter zijn dan 2x, hij moet boven de 2x liggen. Dus wat ligt aan de goede kant van alle lijnen? Nou, eventjes mijn kleurtje erbij, ja. Dit gebied. Dus ik heb een heleboel papier gebruikt voor een best wel klein toegestaan gebied. Nou, de snijpunten die moeten we dan even uitrekenen. En dat is hier niet zo heel veel werk. Want je hoeft in ieder geval niet het snijpunt van deze twee lijnen te berekenen. En hier wordt het stelsel heel makkelijk. Ik zal het laten zien. Dus ik zal ze even letters geven. A, B, C, D. Dan kunnen we hier straks die waardes gaan invullen. En dan gaan we opschrijven. Nou, A is 0,40. B is 0,30. C is het snijpunt van lijn 2 en deze gekke lijn. Dus lijn 2 is 4x plus 12y is 360. En die andere is y is 2x. Nou, wat je dan kan doen is je kan gewoon meteen voor die y die 2x invullen. Dan staat er 4x plus 12 keer 2x is 360. Maar 12 keer 2 is 24 en 24 plus 4 is 28. Dus 28x is 360. Dus x is 360 gedeeld door 28. Komt daar een mooi antwoord uit? Weet ik veel. 360. 360 is wel deelbaar door van alles. Maar niet door 7 volgens mij. Oké, 12, kom er nog wat. Even als breuk. Met pijltje wrak. En even de hele eruit met breukenmenu optie 3. Zo, 12, 6, 7. Okay. En y is gewoon 2x. Dus als ik dit keer 2 doe, dan krijg ik y. Y is, weer de hele eruit halen, okay, is 12, 5, 7. Oké, okay, niet echt mooie punten, maar goed. C is dus 12, 6, 7. En hier heb ik 12 opgeschreven, maar dat moest 24 zijn. Hè? Zo, 24, 5, 7. Goed, en punt D, dat is het snijpunt van lijn 1 en y is 2x. Dus lijn 1, y is 2x, dat doen we even hier. Lijn 1 was x plus 2y is 80. En die y is 2x is gewoon y is 2x. Dat betekent dat je die y hier mag invullen. En dan staat er gewoon 2 keer 2x is 4x. Dus dan staat er eigenlijk gewoon 5x is 80. En dus dan is x 80 gedeeld door 5. En dat is 16 toch? 16. Dus x is 16. En y, dat is y is 2x. Y is het dubbele, 32. Dus 16, 32. Klopt dat met mijn tekening? Ja. En die andere klopt dat eigenlijk wel met mijn tekening. 12, 6, 7. Joh,
24, 5, 7. Ja, ik vind dat wel aardig kloppen met de tekening. Nou, nu moet je dit nog in die doelfunctie gooien. Dus dan schuiven we het bord een klein beetje op. En dan gaan we die doelfunctie invullen. W is 0 keer 100 plus 40 keer 150. Oké, dat is 6000. 0,30, ja, dat is natuurlijk minder. Dus die hoef je niet eens uit te rekenen eigenlijk. Want 30 keer 150, dat is 4500. En de winst moest maximaal zijn. Dus het gaat om deze twee punten. Hier zal het wel gebeuren. Dus dan krijg je 12 6 zevende. Plus, keer 100 plus 24 5 zevende. Keer 150. Dit zijn natuurlijk geen leuke berekeningen, hè? Maar we moeten het even op de rekenmachine toetsen. Oké, 12 6 zevende. Dus dan de breukknop optie 2, 6 zevende keer 100 plus 24 5 zevende keer 150. Nou, wat is dan de winst? Oeh, spannend. Ja, even als normaal getal. Dat kan hij ook wel standaard doen, toch? Nee, dat bedoel ik. Ik wil gewoon de hele eruit halen. Het is in ieder geval meer dan die 4500, zie je dat? Maar ik wil het gewoon even als breuk. Optie 3. Dat deed ik net ook. Ja. Hè? Is hij te beroerd om de hele eruit te halen? Oké. Nou, dan niet. Dus dat is dan 4992,86. Goed. En dan W is die laatste 16 en 32 invullen. Dus 16 keer 100, dat is 1600 plus 32 keer 150. Nou, dat doen we ook al even op de rekenmachine. 1600 plus 32 keer 150. En er zitten nu mensen te kijken die zeggen, dat kan ik toch vanuit je hoofd? Nee, dat kan ik niet uit mijn hoofd. Ik was ziek bij mijn tafeldiploma. Dat is 6400. Wat is een euro's? Ja, euro's. Oké. Dus de maximale winst die heb je in het punt D met 16 van de ene en 32 van de ander. Mooi, hè? Oké. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over van jullie? Oké. Dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel broer, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Thank you.